Ayoub is een jonge boer met een enorme passie voor zijn werk. In de serie Expeditie Noord-Holland onderzoekt hij hoe het boerenleven er in de toekomst uitziet in onze provincie. Gaan we ons eten op een andere manier produceren? Ayoub is nieuwsgierig en zoekt naar antwoorden. Vandaag gaat Ayoub langs bij een biologische fruitteler in Amsterdam. Maar eerst gaat hij in Andijk op bezoek bij een bedrijf dat duurzame bloemkool teelt. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Welkom op ons bedrijf. Dankjewel. De firma Slachter wordt gerund door 5 neven en 3 ooms. Ja, nee, hier, dit is de hele familie. Samen telen zij zo'n 180 hectare bloemkool. En verzorgen daarmee maar liefst 12% van de gehele Nederlandse markt. Hoppa. Ziet er gelijk uit als Popeye, hè? Kijk. Dan zijn we bij ons land helemaal vol met bloemkool. Ja. Ruud neemt Ayoub mee naar het veld waar ze de winterbloemkool aan het oogsten zijn. Ze oogsten alles hier met de hand. Ja, alles gaat met de hand. En dat gebeurt door Oost-Europeanen met vlijmscherpe messen. Dat zijn allemaal drillers. Poolse drillers. Ja. Ruud kan nog wel een paar extra handen gebruiken. Je werkt de hele dag buiten, lekker in het zonnetje. Je hoeft niet meer naar de sportschool, je wordt super fit, je krijgt gewoon een sixpack. Je bent de hele dag bezig en je krijgt nog betaald ook. Ze snijden het zo, wat, en zijn klaar. Mooie techniek hoor. Ik zal even deze voordoen en daarna ga jij er eentje doen. Oké. Ayoub mag ook een bloemkooltje snijden. Kijk, een mooie bloemkool. Deze kun jij snijden, Ayoub. Probeer maar. Zo ja. Maar dat valt niet mee. En dan kan ik hem pakken, toch? Ja, pas van op voor je vingers, hè, want je snijdt zo in je vinger. En wel een beetje kracht zetten. Kijk, onder heb je een beetje schuin afgesneden. Ja, dus aan deze kant wil het liefst een mooie ronde krans hebben. Ja. Nou is hij iets te hoog, dan past hij niet in de bak. Kijk, perfect. De derde bloemkool. Dat is toch knap? Zo. Zoek je nog een baan naar, Joep. Je kan zo bij ons in de bak. Ik zie je in de zomer. Kom mee. De neven hebben ieder een eigen specialiteit. P is de bodemspecialist van de familie. Hij neemt Ayoub mee naar een stuk land waar ze het gewas luzerne telen. Nou, wat staat hier? Hier staat luzerne. En dat telen we voor de bloemkool uit. En hier wordt weer paardenvoer van gemaakt. Van die korrels. Krachtvoer. Ja, voor ons levert dit niet zo heel veel op. Maar ja, het is wel heel goed voor de grond met die mooie diepe wortels dat ze maken. Ja, we proberen ook die bodem in zo goed mogelijke gezondheid te houden. Hoor. We telen dan 2 jaar lucerne en dan komt er 1 jaar tulpenbollen in. Dan 3 jaar bloemkool en dan weer opnieuw. Dan beginnen we weer met 2 jaar lucerne. En zo hebben we een 6-jarige cyclus die we doorlopen om toch wel de biodiversiteit in de grond optimaal te houden. En geen monocultuur te maar krijgen. Maar je switcht dan om de grond niet uit te putten? Ja, voor over 30 jaar nog een hele mooie gezonde grond te houden. En, ik zie ook een grote berg. Mest. Ja, dat is geitenmest. Ja. Ja, dat is weer goed voer voor de wormen, zeg maar. Die kunnen dat weer ophalen van bovenaf. En dat is weer goed voor het bodemleven. En goed voor het bodemleven. En dat gaan we als goed is... gaan we nu zien. Nu zien. Let's go. Profielkuil, dat maak je om te zien hoe de grond eruit ziet. En zo bij de eerste steken, kijk, hier als hier. Gelijk aan een worm. Een worm, hier een worm. Hoeveel wormen moeten er dan zo in een profielkuil zitten? Ja, eigenlijk bij elke steek wil ik sowieso wel 1 worm zien. Ja, en het liefst zo lang en dik mogelijk. De grote lange, dat zijn de pendelaars en die gaan echt tot 1 meter diep. Dat zijn een mooie wormen. Dan weet je dat je een goede vruchtbare grond hebt. Ja, dat het ook voor lange termijn een goede conditie is. Kijk hier, dit is een kleine pendelaar. Hij lijkt op een gummiworm, hè? Ja. Gaat verdomme. Een goede bodem is de basis voor goede teelt. P deelt zijn ervaring daarom graag met de nieuwe generaties. Het bedrijf werkt dan ook mee aan het project Biodivers Perspectief, waarbij mbo- en hbo-studenten bij hen praktijkervaring op kunnen doen en natuurinclusieve onderzoeksopdrachten kunnen uitvoeren. Scholieren die komen hier, daar gaan we samen de kuil graven. Dan kunnen ze zelf ervaren van wat er gebeurt in de grond. Ja, gewoon zelf je handen vies maken en kijken wat zie je. Wat zie je voor diertjes, hoe ziet de grond eruit. Hoe meer leven er in de grond is, hoe meer gangetjes er ontstaan, hoe beter een waterhuishouding is. Duurzamer dan dit kan bijna niet, is bijna onmogelijk. Ja. Het is bijna biologisch, maar
net niet. Nog niet helemaal, nee. Wij telen niet biologisch. Wij doen echt minimale, alleen als het echt niet anders kan. Dan doen we chemische gewasbescherming, voegen we toe. Als je dan denkt aan de toekomst, zou je dan denken dat het biologisch wordt, helemaal, 100%? Nee, ik geloof niet in helemaal biologisch. Biologisch is fantastisch, maar dat is een mooie kraamkamer voor goede ideeën voor ons. Ook neef Ruud ziet weinig toekomst in het helemaal biologisch bloemkool telen. We proberen zoveel mogelijk mechanisch te doen, dus zo min mogelijk gebruik te maken van chemie. Maar als er een keer wat is, dan kunnen we altijd nog terugvallen op die chemie. Als we dat niet hebben, dat betekent dus dat er dus periodes zijn waardoor er dus geen bloemkool in de Hollandse schappen ligt. Ja. Ook Ayoub mag antwoord geven op de vraag hoe hij zijn toekomst ziet. Gaat hij voor duurzaam of toch voor biologisch? Nou ja, ik zeg je eerlijk, ik zit nu midden in mijn verhaal zit hier. Geloof ik meer in duurzaamheid dan in biologisch. Kijk, je hebt minder nodig met duurzaam. Met biologisch heb je meer nodig om hetzelfde resultaat te behalen. Terwijl met duurzaam denk je even goed aan de planeet. Ayoub heeft dus zo zijn twijfels of biologisch ook de toekomst van ons voedsel is. Om hier meer inzicht in te krijgen gaat Ayoub naar Amsterdam. Hier heeft hij een afspraak met Wil Sturkenboom van de Fruittuin van West. Deze boomgaard is geheel biologisch dynamisch en doet dat ook nog eens met de hulp van agroforestry. Veel gezinnen met kinderen uit Amsterdam komen hier naartoe om fruit te plukken, eieren te rapen of varkens te knuffelen. Ook kun je er genieten van muziek, theater en kunst. Maar er is hier van alles, een winkel. Een restaurant, boomgaarden. En hij heeft nog een paar kippetjes lopen en zo, dus hij is van alle markten thuis hier. We gaan Wil even zoeken. Meestal is hij altijd hier ergens te bekennen. Hey Wil. Hey Ayoub. Goeiedag. Hoe is het? Goed hoor. Mooi. Met jou ook? Ja, lekker. Ja? Lekker. Ja. Dat ziet er weer mooi uit allemaal. Goed hè? Ja, heerlijk. Ja. We hebben in onze boomgaard 40 soorten fruit. Oké. En bij elk soort fruit is 5 rasjes. En allemaal voor de zelfpluk. Want je bent ook onderdeel van agroforestry. Ja, ik heb geen idee wat dat betekent. Ja, agroforestry is eigenlijk bosbouw met iets dingen erbij. En bij ons, in ons geval hebben wij kippen. We hebben vleeskippen en legkippen. En we hebben varkens. En lossen die alle problemen op? Nee, maar het gaat best wel heel goed. Okay. Ik mag niet mopperen. Echt, want je doet ook alles biologisch? 100%. Ik ben de ergste biologische boer van Nederland. Ja? Ja. En waarom dan? Ja? Nou, er is niemand, geen enkele fruitteler die in zijn boomgaard dieren heeft. Maar er heeft nog niemand aardappels onder de frambozen staan. Of rabarber onder de appel staan. Ja, dus je combineert eigenlijk. Dat is het eigenlijk voorstel. Ja. Oh, jawel, biggetjes. Laps, dit zijn ook echt klein, dikke mollen gewoon. Nou, hè? Ja. Zo. Maakt ze niet alles kapot of zo? Ja, alles. Hè? Ja, daar hebben we het niet meer over. Ayoub? Ja? Daar hebben we het niet meer over. Ja, dit zijn de kippen die hebben afgeschermd. Want we hebben nog steeds, zitten we in de periode van vogelgriep. En deze lopen dan straks tussen die bomen? Ja, deze horen eigenlijk gewoon rond te lopen. Ja, ja. En die ruimen de beesten op en de schimmels op in de boomgaard. Dat is een beetje het idee. Wat voor rare kip is dit? Moet je deze kip zien? Lep! Lijkt op een tokkie. Nou, dit zijn de kersen in bloei. Kruisbessen. Ja. Maar hier moet dus nog gemaaid worden? Hier moet nog gemaaid worden. Nou, nee. Zometeen komen de kippen hierheen. Dit overdekken we. Ja? En dan gaan hier de kippen lopen en die eten dan alles op. Ah. Dus dan blijft er niks meer over van het gras wat hier staat. Ja. Ja. Ja, nice. Ja. Je werkt biologisch omdat je dan de kippen hebt, maar je gebruikt dan ook geen bestrijdingsmiddelen. Klopt, ja. En geen kunstmest. Klopt, ja. Maar denk je dat de toekomst, zeg maar, gaat redden? Absoluut. Ja, ik zou niet weten waarom niet. Ja, ik zou van vandaag al zeggen, jongens, iedereen moet biologisch. Ja. Echt helemaal omschakelen naar bio. Je moet je bedenken, we zijn
natuurlijk vanaf 1900 zijn we allemaal gif gaan gebruiken. Ja, dus alle technieken die er zijn tot nu zijn bijna alleen maar gebaseerd op spuiten van gif en kunstmest. Ja. Ja, met de biologische methode zijn we net begonnen. Als je ziet hoeveel technieken erbij zijn gekomen om de biologische teelt goed te laten draaien. Van de fruitteelt zijn we van 10 ton per hectare, biologisch. Nu al zitten we al gemiddeld aan de 40 ton per hectare. In de afgelopen 25 jaar. We leren zoveel, meer. Er zijn al teelten die al bijna vergelijkbaar zijn. En het is ook veel leuker, man. Ik kan enorm genieten van al die natuurlijke vijanden die hier in de boom gaat zitten. Ik kan enorm genieten. Ik weet niet of ik zin heb in een wesp of zo. Die oorwormen, die zijn zo ongelooflijk goed, kijk, man. Zie je? Nee, man. Ja, die zijn zo briljant. Die sluipwespjes. Het ging echt goed dat je dat begon te zeggen. Nu denk ik, Die zijn goud, weet je? Die oorwormen. Ondanks de argumenten van Wil is Ayoub nog niet helemaal overtuigd om zelf ook in de toekomst biologisch te gaan worden. Ik vind het idee heel mooi en ik zou wel heel graag willen als het kon. Maar ja, wat het ook is, er komen steeds meer mensen op de wereld. En biologisch is heel mooi, maar dan heb je meer nodig om hetzelfde te produceren. Maar ja, wat Wil ook zei, en dat klopt ook een beetje, de technologie verbetert zich, waardoor gangbaar en biologisch wel heel dicht bij elkaar komt. Dus het zou wel kunnen in de toekomst. We kunnen alle kanten op, ja. Daar geloof ik heel erg in. Welke kant ga jij op? Ik ga naar de boerderij toe. Ik ga weer terug. Ik ben klaar.